opdracht van vandaag gaat over zelfliefde. Als ik aan jou vraag van wie je allemaal houdt, hoe lang duurt het dan voordat je jezelf opnoemt? Het is alles behalve egoïstisch om jezelf op nummer 1 te zetten. En dan hoor ik je denken, nou mijn kinderen staan op nummer 1 hoor. Of mijn man of mijn moeder staat op nummer 1. Maar hoe kun je nou iets geven wat je zelf niet hebt? Als je emmer half leeg is, of misschien wel helemaal leeg, dan heb je niets meer om te geven. Het is dus jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat jouw emmer vol is, zodat je voor je kinderen en je man en je familie of wie dan ook kunt zorgen. En wat doe je nou eigenlijk om ervoor te zorgen dat die emmer vol is? Hoeveel tijd besteed je aan jezelf? Ik hoor natuurlijk heel vaak, ik heb geen tijd om te sporten. Ik heb zo'n druk bestaan en ik snap het allemaal wel. Maar in mijn ogen is het geen kwestie van tijd, maar gewoon van prioriteit. Als ik naar mijn eigen leven kijk, heb ik een puberkind, heb ik een hond, heb ik een heel druk bedrijf. En maak ik toch nog steeds tijd voor mezelf. Hoe doe ik dat? Ik sta iedere dag om 5 uur op. Ik sta om 5 uur op en dan poets ik met aandacht mijn tanden. Drink 2 glazen water met de gedachte dat dat water me reinigt. En ga dan mediteren. En ik zeg niet dat mediteren het voor jou is, maar voor mij is het wel. Ik mediteer en ik zorg dat mijn hoofd leeg komt door meditatie. En daarna stap ik 1 uur op de fiets. Nadat ik 1 uur heb gefietst binnen in de gym, ga ik ontbijten en ga ik trainen. En daarna wandel ik ook nog eens een keer met de hond. En dan ben ik ongeveer rond 9 uur op kantoor. En dan heb ik al heel veel tijd aan mezelf besteed. En soms word ik iets later wakker, soms word ik iets eerder wakker. Soms lees ik een boek in plaats van dat ik nog train. Want ik vind het heel fijn om inspirerende boeken te lezen. Dat doe ik vaak in de ochtend, in de avond val ik in slaap. Om dan ga ik het overdenken allemaal in de avond en dan slaap ik weer niet goed. Dus dat is een beetje mijn ochtendritueel. Dit ochtendritueel heb ik niet zelf verzonnen. Dat heb ik uit Miracle Morning. Dat is een ontzettend mooi boek. En in dat boek staat eigenlijk dat je dus in de ochtend de tijd voor jezelf kunt maken. En in het begin moest ik heel erg wennen aan om 5 uur opstaan. Maar inmiddels is het echt een gewoonte geworden. En helaas, in het weekend word ik ook zo vroeg wakker. Dus dat vind ik dan wel een klein kantelpuntje die niet zo fijn is. Maar het doet me heel veel, want ik laat op. En ik zorg dat ik een leeg hoofd heb. En dat komt bij mij door meditatie, dat lege hoofd. En door het wandelen in het natuurgebied Twisk met mijn hond. En dat doe ik ook niet met muziek op mijn oren. Want dan kan ik de signalen van het universum niet horen. En het klinkt allemaal heel zweverig. Maar als mijn hoofd leeg is door meditatie en meditatiewandelingen, dan popt er inspiratie op. Dus ik heb een doel bijvoorbeeld. Ik wil succesvol worden en ik wil in allerlei supermarkten liggen met mijn producten. En dan ga ik niet met een pen en een papier zitten opschrijven hoe ik dat moet doen. Nee, die inspiratie popt op. Maar die kan niet oppoppen in een vol hoofd vol met ruis. Dus het is heel belangrijk dat je hoofd leeg wordt. Je kan niet met aandacht je kind helpen met huiswerk of de verhalen aanhoren als je een heel vol hoofd hebt. Dat lukt niet. Dus juist voor je kinderen, voor je man, is het zo ontzettend belangrijk dat je tijd voor jezelf reserveert. En ik kan jou niet vertellen hoe je dat moet doen en hoe jij het beste kunt opladen. En ik ben ook niet begonnen met 1.5 uur meditatie. Voor mij was het eerst zelfs 1 minuut. En dat vond ik zwaar. Maar inmiddels vind ik het heerlijk. Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden om op te laden. Ik geef je een paar tips. Maak tenminste 5 minuten per dag tijd om te bewegen. Een springtouw kan je ontzettend helpen. Zeg minimaal 100 keer tegen jezelf dat je het hartstikke goed doet en dat je van jezelf houdt. Maak pas op de plaats 1 paar keer per dag om naar je ademhaling te gaan. Je kan bijvoorbeeld een wekker zetten van je telefoon, 4 momenten per dag. Kun je ook tijdens je werk doen, op kantoor of in de auto in de file. Gewoon even schouders naar beneden. Ademhalen. We vergeten vaak adem te halen. We zitten vaak hier en hier en zo achter die computer. Maar gewoon pas op de plaats. Ademhalen. Dit zijn kleine dingetjes die ik in het begin ook heb toegepast. Ik begon niet meteen met Miracle Morning. Ik begon ook klein. Mijn tip, download een meditatie-app. Je hebt ontzettend veel keus en ontzettend veel gratis meditaties. En je kunt beginnen met vanaf 1 minuut tot en met 100 minuten. Whatever you want. Je hebt ook heel veel cursussen op die apps. Het is echt een aanrader. Wandel in de buitenlucht. En met aandacht. Dus heb aandacht voor de bomen, voor de vogels, voor het grind. En waar mogelijk bloot de voetjes in de aarde. En als laatste, wees gewoon trots op jezelf. Want je doet het echt wel hartstikke goed.